goedemorgen. Leuk dat je kijkt. Je ziet, we staan hier nog aan het meer bij San Feliciano. We gaan weg. We gaan naar Siena. De auto is helemaal klaar. Het is een uurtje rijden, ruim een uur rijden. En nou ja, we moeten hier weg. We vinden het wel een beetje jammer, want het is wel echt een super mooie plek. Maar ja, dat heb je wel gezien in de vorige vlogs. Maar dit is een tijd voor komen en een tijd voor gaan. En dit is de tijd voor gaan is gekomen. Ha, zo gaat ie. Dus rij met ons mee naar Siena. Kom je mee? Mag ik mee? Natuurlijk! Kom erin! Ik kom erin! Camping Colle Verde in Siena gezet, even buiten Siena. We hebben de bus gepakt en voilà, in Siena. We hebben een mooie wandeling uitgezocht op Komoot. Kilometertje of 11 door de hele stad heen, alle hoeken, pakt hij mee. Of we het helemaal gaan doen weten we niet, maar we zijn begonnen, dus loop lekker mee. De Via di Valerozzi. Val niet van je rotsi, hè? Daar, dat is van de wolf en twee kindjes hier, het beeld. Volgens mij, we lopen hier dus door die stad heen. En er is een soort dorpsfeest. Stadsfeest. Maar ze eten dus ook met z'n allen aan tafels. Op een heuvel. Ik zeg, de soep moet je niet gaan eten, want die flikkert zo van je bordje af. De tafels zijn zo scheef, je moet eigenlijk de kamer even zo recht houden naar beneden. En dan, ja. Dan zie je hoe scheef het is. Ja, het is echt, je moet zo naar beneden toe. Ik zelf had een beetje, zo'n reclame van Dres volgens mij. Villa Bajo en nog wat. Die gingen tegen elkaar de afwas doen. En die zaten ook zo. Nou, de ene kant is de driftclub en de andere kant is het product B. Maar het is wel mooi. Ze hebben ook allemaal van die lampjes opgehangen. Misschien is dat vanavond wel leuk te zien. En de ene straat heeft het op een andere decoratie. Kijk hier. Een andere decoratie dan deze bijvoorbeeld. Moet je kijken, wat mooi. Mooi, hè? Vrij indrukwekkend.
Oké. Dank u. Kom wel even. We zijn aangekomen het Plaza del Campo, imposant plein, prachtige gebouwen, allemaal lekkere mensen, niet allemaal lekkere mensen, allemaal mensen die lekker aan het eten zijn. Ja, we gaan een rondje maken. Naar het ene punt toe. Ik wil even bij dat punt kijken. Als ik daarin kijk, dan kijkt de Joker mij aan. Al het water in, of al het bloed. Het zou ook kunnen, een stierenvechten arena of zo. Dat ze nee, niet. Nee, we zijn in Italië. Maar. Hoe is het met Pietje? Goed hoor. Kijk hoe mooi hè. Hey. Achter mij de Duomo. De Dom van Siena. En hij is helemaal van wit marmer. Prachtig, hè? Nou, we gaan er zo in. In ieder geval eventjes bij kijken natuurlijk. Maar dit is al weer een mooi beeld.
doen hier ook een paardenrace. En dat gebeurt op dat ene plein. Dat gebeurt op de grote plein, die paardenrace. Best wel panoramisch punt. Hier achter de kerk van San Domenico. Was even een zoektocht in de stad, maar we hebben het gevonden. We zijn er niet binnen geweest. Er was zoveel kerk gezien inmiddels. We gingen eigenlijk vooral ook voor het uitzichtspunt op de Dom. Op de kathedraal. En dat is echt schitterend. We zitten even lekker. Het is wel warm hoor, door zo'n stad heen te banjeren. Kriskras er doorheen, allemaal van die kleine straatjes. Ja, een mooie stad. Ja, schitterend. En dan werkt de GPS ook niet zo heel goed. Hoeft ook niet, dus geen bordjes. Ja, als je er bent, dan heb je bordjes. Maar als je erheen moet, dan moet je toch nog een GPS een stukje hebben. Maar ja, tussen die gebouwen in is het ook moeilijk te... uit te volgen. Maar we zitten even lekker aan een drankje. En dan gaan we zo weer even verder. Van San Francisco.